Goedemorgen, ik ga vandaag voor een vrij speciale knoop, beter gezegd het gebrek aan een knoop. Ik heb een vrij brede das genomen, waarbij ik de dikke zijde, brede zijde aan mijn rechterkant heb, dunne zijde aan mijn linkerkant. Video is gespiegeld, dus je kunt in principe meedoen. Ik begin op de naad van de das zo ongeveer, zodat ik een beetje de juiste lengte heb, maar vaak een beetje spelen. Ik ga met de brede zijde over de dunne zijde heen. Ik ga achterlangs, trek hem er tussendoor en vervolgens helemaal naar links toe. Ik ga achterlangs naar voren toe. Ik kom vervolgens hier aan de voorzijde uit. Ik ga voorlangs en zoals je in de gaten hebt, zou ik als ik hem nu doorheen haal, een dubbele windsor hebben. Waarbij ik nu gewoon de brede kant zo laat vallen. En op deze manier krijg ik een geweldige gebrek aan knoop. Dat heet de Onassis. Hele mooie knoop. Hij zit vrij stevig. Als je het niet vertrouwt, dan kun je ook gewoon een dasbel zo, weet je al. Op 2/3 ongeveer gebruiken, hoewel ik echt totaal tegen dasbelden ben. Perfecte knoop. Qua lengte komt hij niet zo goed uit, want ik heb hem te kort gemaakt, dus ik ga hem toch nog één keertje doen. Wil je hem samen meedoen? Dan zitten we nu in de haren. Dus ik pak hem nu even wat langer, zodat dit gedeelte wat korter is. Brede zijde voorlangs, achterdoor. Je haalt hem weer helemaal naar links toe. Dan ga je achterlangs naar rechts, voorlangs naar rechts toe. En op deze manier heb ik de twee pootjes van mijn windsor al gemaakt. Ik ga voorlangs, dan horizontaal gedeeld heb. En dan leg ik hem gewoon over de knop heen. Ik kom hier eigenlijk alleen maar aan te trekken, voorzichtig. Zo. En dan heb je een Onassis. Laat me weten, is het een blijvertje of gaat hij weg?